Oh shit, here we go again. Grootste mededeling, boys. We gaan een nieuw kanaal starten. Woo! Applaus, nee? Oké. Hey, ja, het eerste wat jullie denken... Here we go again, ik kom die later. Waarom? Hoeveelste kanaal is? Dit is inmiddels mijn main channel. Je hebt Dennis Geplays voor de echte OG's. Je hebt Menace. Dit zou dan in theorie mijn vierde kanaal worden. Maar dat is het niet. Want dit is mijn derde kanaal. Wat ik daarmee bedoel is... We gaan het Menace kanaal terugbrengen. En voor de mensen die dat kanaal niet kennen... Even een kleine throwback. Mijn Menace kanaal is denk ik inmiddels 5 jaar oud. En wat ik daarop uploadde was... Ik had een fase waarin ik volledig Engels wilde gaan. Dus ik heb een jaar lang Engelstalige video's geüpload op dat Menace kanaal. Dat was geflopt. En ik heb daar volgens niks meer mee gedaan. Nou, wat we gaan doen is... Of wat ik heb gedaan... Ik heb dat kanaal gewiped. En we gaan het kanaal nou hergebruiken voor iets nieuws. En dat zijn Nederlandse gaming video's. En ik zie je al denken van... Hè? Je hebt letterlijk een Nederlands gaming kanaal. Waarom ga je dan daar uploaden? Hear me out. De reden is, ten eerste... De video's die daar online komen... Zullen anders zijn dan de video's hier. En dat zijn meer funny moments style video's. Dus video's in groepsverband met andere mensen... Waarbij we gewoon gezellig wat games spelen. Van alles en nog wat... En dat editen in meer funny moments. En dat is iets wat in mijn ogen heel erg ontbreekt op YouTube. Vooral in Nederland, dat zie je eigenlijk niet. In Nederland zijn we allemaal erg gefixeerd op... Wat is populair? Wat krijgt views? En dan daarop doorhameren. En daar is op zich niks mis mee. Alleen, kijk, ik speel niet de Holy Trinity. Ik speel geen Minecraft, ik speel geen Fortnite en ik speel geen FIFA. En misschien dan Roblox, maar kom aan. Dus dat soort content upload ik niet. Dat is heel erg lastig om nog een beetje content te vinden. En wat ik dus wil gaan doen is... Ik wil terug naar de basics. Waarbij we gewoon weer plezier hebben. Gewoon gezellig met onze vrienden wat games spelen. En dat dus editen in een leuke manier. En ik realiseer me dat dit gigantisch lastig gaat zijn om hiermee te groeien. Want niemand gaat zoeken op random ass games. Daar heb ik over nagedacht. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar het eerste wat jullie waarschijnlijk afvragen is... Waarom upload je deze video's niet gewoon op dit kanaal? En is logisch, want dit is letterlijk een Nederlands gaming kanaal. En toch upload ik het daar. De reden is... Mij is opgevallen dat jullie niet van die video's houden. Of in ieder geval jullie, klinkt misschien heel erg algemeen. Maar in ieder geval de video's die ik hier heb geüpload... Een beetje soortgelijke video's. Die deden het best wel slecht. Dus ik ga ervan uit dat jullie daar niet zo van houden. Er is niks mis mee. Maar ik denk wel dat dat de betere content is. Vooral ook een beetje voor de toekomst. Dus ik wil dat soort video's gaan maken. En ik dacht, weet je wat? In plaats van het dan hier forceren... kan ik het net zo goed daar uploaden. En als je het dan wil zien, kan je het daar kijken. En dan wil je het niet zien, dan hoef je het ook niet te zien. Dus dat is een beetje het idee. Dus dat Menace kanaal wordt een beetje een passieproject. Wat ik ernaast doe. Dit kanaal blijft gewoon hetzelfde zoals hij nou is. En het zal in de loop van de tijd misschien wel veranderen. Want het is gewoon lastig om continu... hier content voor te verzinnen. Want ja, binnenkort komt dan niet voor Speed Unbound uit. Die gaan we sowieso doen. God of War Ragnarok gaan we let's playen. Maar naast dat zou ik mijn god niet weten wat ik hier kan uploaden. En daar... Het idee daar is dus gewoon gezelligheid. Gewoon, het maakt niet uit wat voor games het zijn. Zolang het maar gezellig is. En het is eigenlijk altijd gezellig als je met andere mensen speelt. Dus dat kanaal is in mijn ogen veel makkelijker om content voor te maken. En in mijn ogen ook veel leuker en een beetje timeless. Dus... Wanneer bijvoorbeeld nou een game populair is en het sterft uit, dan is dat klaar. Maar weet je, gezelligheid blijft gezelligheid en dat is een beetje het idee. Naast dat is het misschien ook wel raar dat ik dan op een compleet nieuw kanaal upload... terwijl ik hier gewoon een 250.000 abonnees heb. Alleen, laten we eerlijk zijn. Dit kanaal heeft heel veel abonnees, maar er kijkt eigenlijk niemand meer. Dus dit kanaal is voor mij misschien heel erg nostalgisch, omdat ik hier al zo lang aan heb gewerkt. Maar voor de meeste kijkers doet dit kanaal helemaal niks. En ik denk dat het dus ook slimmer is om gewoon een frisse start ergens anders te kunnen maken. En dat is dus wat we gaan doen. Dus ik vraag jullie ten eerste allemaal sowieso even het Menace kanaal te checken. Check de video's die erop staan. Er zullen de komende tijd steeds meer video's komen. En abonneer alsjeblieft. En het andere dingetje is TikTok. Want hoe ik denk dat we dat kanaal kunnen gaan groeien is door middel van TikTok. En laten we eerlijk zijn, ik heb een hekel aan TikTok. Ik zal het gelijk zeggen, ik denk dat het een van de meest toxic platformen is die er bestaan. Alleen het is al echt een gigantisch goed platform om een nieuw publiek te bereiken. En wat ik dus ga doen is, ik ga TikToks uploaden voor het Menace kanaal. Nou, wat voor TikToks er gaan zijn gewoon clipjes uit de video's. Gewoon funny moments clipjes.
En daarom wil ik jullie vragen om ook eventjes mijn TikTok te volgen. Mocht je TikTok hebben, zo niet, hoeft niet. Maar het zou enorm helpen. Dus het idee is, we hebben een nieuw manage kanaal vol met Funny Moments video's in groepsverband. We hebben een TikTok waarop we de clips uploaden van de video's. In de hoop dat het kanaal een beetje te kunnen groeien. Ondertussen blijft dit kanaal dus gewoon bestaan. Hetzelfde als het nou is. En we hebben nog een ander dingetje. En dat is mijn Twitch. Sommigen van jullie weten misschien dat ik volop heb gestreamd op Twitch. En ik zou heb gestreamd, want ik ga daarmee stoppen. Ik ben er eigenlijk al een soort van mee gestopt. Alleen ik heb er nooit echt iets over gezegd. Dus ik wil dat nou een beetje in een video even algemeen mededelen. Ik ga minder streamen. En de reden is, logisch natuurlijk, dat ik nou twee kanalen heb. Dus ik heb meer waarmee ik aan de slag moet. Daarnaast is het streamen voor mij persoonlijk ook een stuk minder geworden. En in het begin was het echt super tof. Alleen ik merkte gewoon hoe mijn interesse in streamen steeds verder afdaalde. Totdat het echt een beetje voelde als een soort van straf is niet het juiste woord. Maar als een verplichting. En Twitch is nooit een verplichting geweest voor mij. Het is niet dat het echt een grote inkomstenbron was of zo. Het was gewoon echt een beetje een hobby wat ik ernaast deed. Maar waar ik vervolgens wel gigantisch veel tijd in stopte. Want je streamt toch elke dag 4 uur. Vrijwel elke dag. En ik moet nou gewoon mijn tijd anders gaan benutten. Dus ik ga minder streamen. Het zal in ieder geval niet meer vast streamen zijn. Zo moet ik het zeggen. Dus er zijn geen vaste dagen meer dat ik live ben. Voorlopig. Misschien dat gaat veranderen. Maar ik zal zo nu en dan nog een keertje live gaan. Als ik gewoon wat tijd heb. En een keertje met jullie een beetje babbelen. En waarschijnlijk binnenkort dan met Warzone 2. Want die ga ik wel gewoon spelen. Dus dan kan ik waarschijnlijk gewoon een streampje aanzetten. Maar het zal in ieder geval niet meer vaste streams zijn zoals ik voorheen deed. Dus dat wilde ik even mededelen. Alsnog, wil je mijn streams volgen, kan je dat doen. Krijg je een melding als ik live ben of via Twitter. Wat ik wil gaan doen is, ik wil dus beide kanalen tegelijkertijd runnen. En dat gaat vrij lastig zijn. Dus ik ben op zoek naar editors voor het Manage kanaal. Dus als er mensen bij zijn die goed zijn in het editen van Funny Moments style video's, stuur mij een berichtje via Twitter. En misschien hebben we wat kunnen regelen. En op die manier kan ik dus zonder al te veel problemen gewoon beide kanalen runnen. Want anders is het opnemen van beide kanalen, het editen van beide kanalen. Dan heb je dan nog TikToks. Het wordt misschien allemaal een beetje veel. Dat is een beetje het plan. Ik heb het idee dat ik dit eigenlijk wat langer had moeten afwachten. Dat ik meer video's had. Want ik heb wel wat video's klaar liggen. Maar dan gaan we redelijk snel doorheen. Dus misschien dat het slimmer was om eerst meer video's nog te maken. Maar ik ben gewoon enthousiast. Ik wil dit met jullie delen. En ik ben gewoon enorm benieuwd naar jullie mening. Laat je mening achter in de comments. Ik weet wat de meeste mensen trouwens gaan denken. De meeste mensen zullen zeggen van Dennis, stop er nou gewoon mee. I mean, come on. Je bent al zo lang bezig. Je hebt nog steeds niks bereikt. Het is tijd om gewoon te stoppen. En waarschijnlijk heb je gelijk. Maar ik geef niet zo snel op. Dus dit is een beetje mijn last ditch effort. Om nog een beetje succesvol te worden. We gaan het zien. Maar hey, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Hopelijk zie ik jullie op Manage. Zo niet misschien hier of op TikTok. En nogmaals, check dus alle de links in de beschrijving. En bedankt voor het kijken. En hoop tot de volgende keer. Houdoe!